Ik denk dat de wereld, en Nederland met name, echt hunkert naar lichtdragers. Jonge mensen die gepassioneerd achter Jezus aangaan. In deze videoserie gaan we op pad met christelijke artiesten en sprekers. En vandaag heb ik afgesproken met Martin Dol van Rode Mission. Want vanavond spreekt hij bij Square Reunion hier in Drachten. En wij gaan met hem mee. Maak kennis met Martin Dol. Hij is spreker en als hoofdonderwijs werkzaam bij Rode Mission. Kijk, ik heb hier eigenlijk een eigen plekje. Waar ik geen gebruik van gemaakt. Heb je een eigen plekje? Heb je een goede boek hier? Nee. Dit is op zich allemaal oké, maar dit, ja, deze zou ik niet doen. Die is niet, een beetje... Die is niet te wow. Ja, de clue van mijn preek is dat ik de tieners wil oproepen om zichzelf toe te wijden aan Jezus. Heer, dat de Heilige Geest op dat moment ook echt binnenkwapt. En dat de mensen op dat moment alleen maar kunnen luisteren naar wat er gesproken wordt. Martin, ja. Welke rol speelde God in jouw leven toen je tiener was? Ik heb vanmorgen gesproken in Valthermond. Drenthe! Valthermond is mijn hometown van vroeger. Daar ben ik als tiener opgegroeid. En toen ik vanmorgen in die kerk was, bekroop mij hetzelfde gevoel van toen ik tiener was. En natuurlijk voel ik me daar thuis, ik ben daar opgegroeid. Maar er bekroop me ook een gevoel van een stukje benauwdheid. Ik ging naar de middelbare school als tiener. En op de hele middelbare school waren zo'n 150 tot 200 leerlingen. Dus een hele kleine school. Dus dat betekende dat ik eigenlijk heel erg goed mijn best moest doen om erbij te horen. En als je er niet bij hoorde, ik had een aantal voorbeelden van op mijn school, dan lag je er ook echt uit. Dus ik dacht bij mezelf, ik moet ten allen tijde voorkomen dat ik buiten de boot val. Ik probeerde, met nadruk, ik probeerde grappig te zijn. En dat lukte. Dus ik haalde wat streken uit tijdens de les en zo. Ik moest ook vaak naar de directeur. Als er op de deur werd geklopt van de directeur, zei de directeur altijd, kom maar binnen Martin. Dat was ik. Ik moest vaak naar de directeur. Ik moest vaak nablijven. Maar ik ging ook heel ver daarin. Gewoon puur uit angst, omdat ik niet buiten de boot wilde vallen. Omdat ik de angst had zo te worden zoals die sommige medescholieren van mij, die werden gepest. Dus dat deed ik. Ik ging met de groep mee. En dan ontaarde dat bijvoorbeeld in dat ik in een tussenuur met een aantal jongens van mijn klas naar de supermarkt ging. En we haalden daar, dat kon toen nog, een krat bier en een fles jenever. En dan gingen we achter het gymzaal gingen we een krat bier leeg drinken en een fles bessenjenever. Ik vond het niet te zuipen, maar ik deed wel omdat ik bang was. Dus ik leefde eigenlijk niet heel erg met God. Dat wil zeggen, op zondag wel. Op zondag ging ik mee met mijn ouders naar de kerk. We moesten elke zondag twee keer naar de kerk. En toen gedroeg ik mij voorbeeldig. En door de week was het anders. Toen moest ik mijn best doen om bij de groep te blijven horen. En dat kostte me best veel. Veel moeite, veel energie. En eigenlijk ook mezelf. Ik raakte mezelf wat kwijt. Pas toen ik een jaar of 16 was, begon ik meer na te denken over wie God voor mij is. En dat kwam omdat mijn oma overleed. Mijn oma had ik een hele goede band mee. Ze is overleden aan ALS, een spierziekte. En dat zorgde bij mij voor een shock. En dat ik over dingen ging nadenken. En dus onder andere over God. Want zij leefde heel dicht bij God. Heel dicht bij Jezus. En ik moest mezelf eigenlijk voor het eerst de vraag stellen. Oké, dat was God voor mijn oma. Maar wie is God nu eigenlijk voor mezelf? En in een hele duffe samenkomst werd ik geconfronteerd met het evangelie. Het evangelie wat ik al jaren heb gehoord in een dienst. Maar het was net alsof ik dat voor het eerst hoorde in die dienst. En dat trof me zo enorm dat ik toen pas voor het eerst mijn leven aan Jezus heb gegeven. En toen is er pas een ommekeer gekomen. Toen ik tot geloof kwam en daar consequenties aan verbond, kostte dat letterlijk al mijn vrienden. En soms lag ik huilend in bed. Heren, waar zijn mijn vrienden? Ik voel me eenzaam. Ik wil u volgen. Maar ik heb niemand meer. Waar bent u?
En ik moest leren op Jezus te vertrouwen. Dat was toen. Mm-hmm. Hoe zorg jij er nu voor? Iets ouder dan 17, dat je blijft groeien in je geloof. Een manier voor mij is dat ik heel graag alleen wandel. En als het mooi weer is, heel vroeg 's ochtends, ga ik wandelen. Vind ik het heel fijn om de stilte op te zoeken. Om met Jezus te praten. Want iedereen heeft al iets met Jezus. We hebben wel iets met Jezus. Wel heel erg leuk. Ja, gaan we naar Square, man. Vet, man. Leuk. Ik heb wel iets met Jezus. Jezus heeft wel ergens een plekje in mijn cabine. Maar dat is de vraag helemaal niet. Het gaat erom dat jij jouw cabine verlaat. De controle uit handen laat. En Jezus vraagt, Heere, hier ben ik helemaal beschikbaar voor u. Waar u gaat, daar ga ik. Wat u tegen mij zegt, dat doe ik. 1-op-1, direct. Zonder twijfel. Ik hoop dat ook duidelijk is en helder is wat het jou gaat kosten. Namelijk alles. En de vraag is slechts, durf jij Jezus te vertrouwen en je leven aan hem toe te vertrouwen en alles aan hem te geven? I've decided to follow Jesus. No turning back. Want dat is het ook. Er is geen weg meer terug. Martin, ja. Einde van de avond. Ja. Ik heb nog één opdracht voor je. Een kleine challenge. Ik heb hier 10 bijbelteksten op het kaartje staan. Ja. En aan jou de uitdaging om te raden uit welk bijbelboek dit komt. Oké. 3, 2, 1, go! De eerste. Ja. We beginnen een beetje makkelijk. Oh, ja? Oké. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Ja, dat is een uitspraak van Jezus. En die staat in Johannes. Dat klopt. Ja. Ja. Maar nu zei hij, waarom kijk je zo somber, je bent toch niet ziek? Ah, er is iets... Nehemia. Dat klopt. Ja. Ja. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwaling en fouten te beleggen en om op te voeden tot een deugdzaam leven. 1 Timotheus, denk ik. Of 2? Ik zou kiezen voor 2. 2? 2 Timotheus. 2 Timotheus. Ja. Mijn botten steken door mijn magere vel, alleen het vege lijf heb ik behouden. Job. Ja. Ik weet, zei hij tegen hen, dat de Heer dit land aan jullie heeft gegeven. Wij zijn door angst overmand. Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie. Jozua? Ja. Ha. Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. Esther. Ja. Ik had het moeilijker moeten maken. Dit gaat veel te goed. Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen. Onze bekwaamheid danken we aan God. Dat is een uitspraak van Paulus. En ik denk Korinthe. Welke? De eerste. Tweede? Tweede, ach, ja. De geest van God, de Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En je weet het al, denk ik. Ja. En aan geketenen hun bevrijding. Nou, het is ook iets makkelijk, want ik heb dubbel zoveel kans, staat in Jesaja en in Lucas. Ja. Hak het levende kind in tweeën en geef hun ieder de helft. Ah, dat is een uitspraak van Salomo. En die staat in 1 Koningen. Ja. Martin, dat was hem, ontzettend tof dat we hier mochten komen. Ja, ja. Ik vond het superleuk. Ja, ik ook. Heel veel zegen. Ja, dankjewel, man. Yes. Yes. Hey, en veel rusten. Ja. Ha ha ha!